De wedstrijd van de week wordt gespeeld in sporthal Waardergolf in Heer Hugo Waard. FC Marlene dichtbij.nl, de nummer 3 uit de Eredivisie zaalvoetbal, neemt het op tegen de Amsterdammers AORC Lebo Vastgoed. En de Amsterdammers staan op de 5e plaats, maar hebben wel 2 wedstrijden minder gespeeld dan FC Marlene. FC Marlene in het vertrouwde blauw. En heeft de eerste minuten van de wedstrijd eigenlijk de zaak goed onder controle. En daar is het eerste schot op het doel van Maasbommel. Het is Roy Huisman met de eerste kans. Op 8 september eindigde de ontmoeting in Amsterdam in 4-4. Spectaculaire wedstrijd. Want in de slotfase was het spannend daar in Amsterdam. En dit is toch een heel aardige kans voor AORC om op voorsprong te komen via Youssef Makrou. En daar is een aanvoerder en international, El Morabiti. 2 grote kansen en dit is een goede redding trouwens van een andere international, Peter Rozenbeek. AORC gaat langzaam maar zeker beter spelen. En dit is fantastisch, die bal op Mo Aitaibi. Maar hij scoort niet. Weer is het Rozenbeek die er goed bij zit. Kiept een hele goede wedstrijd, Peter Rozenbeek. Weidenbos voor Marlene, dit is goed van Kossen. Maar van Maasbommel staat opnieuw een doelpunt in de weg. En dan de uitbraak van AORC. En dit is een hele fraaie uitbraak met een prima doelpunt van Youssef Makrou. De Amsterdammers op een 1-0 voorsprong in Heer Hugo Waard. En FC Marlene moet dan wat terugdoen. De ploeg van Kenneth Goudmijn lijkt dat ook te beseffen. Een lekker gevulde sporthal. En dit is toch Weidenbos. Met weer een hele fraaie actie, maar hij scoort niet. En dus blijft het 1-0 voor AORC. Balverlies. Uitbraak met De Zwart. Houdt het overzicht. De Zwart die de bal terugkrijgt. En Van Maasbommel. FC Marlene voetbalt goed mee. Maar de kansen worden niet verzilverd. 2 ploegen die het de afgelopen weken goed doen. Want beide ploegen verloren in de laatste 5 wedstrijden. Er maar 1. En Marlene blijft aanvallen in de slotminuut van de eerste helft. Dit is goed en daar is de overtreding van Maasbommel. En dan moet daar een strafschop gaan volgen. En dat is ook het geval. En dan kan Marlene zich in de absolute slotseconde van de eerste helft gaan opmaken voor de strafschop. En het is Tom Hofkamp. En Hofkamp benut de penalty feilloos. Hij maakt zijn 13e van het seizoen. En de gelijkmaker dus voor de ploeg van Kenneth Goudmijn. 1-1 de stand. Begin van de tweede helft. Met balbezit voor AORC. De overname, Weidenbos die dat goed deed. En zo kan FC Marlene gaan aanvallen. En dit is fraai. Roy Huisman. 2 minuten na het begin van de tweede helft. FC Marlene op voorsprong. Huisman die dat goed deed. Samen met Velzenboer. En nu de 2-1. AOC moet weer wat gaan terugdoen. El Morabiti, aardig schot. Van de aanvoerder en international van AOSC. Nog steeds de 2-1 voor de thuisploeg. Aanval opgezet door Ataibi. Krijgt de bal terug en heeft de ruimte. Maar weer staat Rozenbeek. Een doelpunt van de Amsterdammers in de weg. Ataibi. Dan heeft hij geen geluk. Wat heet, want dit is toch een situatie waarbij Tom Hofkamp die bal snoeihard in het doel van Maasbommel had moeten schieten. Wel een goede aanval waar Jeroen Kossen bij betrokken was. 3 minuten voor tijd. En daar is een overtreding en dat is overtreding nummer 6. In dit geval gemaakt door Tom Hofkamp en dat betekent een 10 meter trap voor AORC. De kans om op gelijke hoogte te komen. Rozenbeek weet wat hij kan verwachten. Mo Aitaibi met de bal op 10 meter en daar is de 2-2. Zijn 15e van het seizoen en dit is een hele belangrijke. Want er zijn nog een paar minuten te spelen en de gelijkmaker staat op het scorebord voor AORC in Heer Hugo Waard. En dan is het FC Marlene dat er nog een schepje bovenop gaat doen. Dat gebeurt met Sander de Zwart in eerste instantie van Maasbommel met de goede actie. En dan Velzenboer met het afrondende schot. Het blijft 2-2 in sporthal Waardergolf en opnieuw geen winnaar in het duel tussen FC Marlene en AORC.